voor de nieuwe loods, zoals die heet, de metaalloods. Bijzondere naam, maar dat heeft te maken met het feit dat er zometeen, als die gereed is, een viertal metaaljongens inkomen. Een kunstenaar, een trappenbouwer, een klokkengieter. We zijn begonnen op het moeilijkste stukje van het terrein, met het hoogste niveauverschil, circa 50 centimeter. Dus we moesten eerst een complete betonnen fundering maken. En daarna konden we de stakelstructie erop zetten. Stakelstructie van variantbouw, gebruikte stakelstructie. Die hebben we uiteraard bekleed. En daar zijn we nog mee bezig, zoals je ziet, met de bekende golfplaten. Nou, op dit moment gaan we verder met het dak. Hopelijk wordt dat morgen dichtgelegd helemaal, zodat het klaar is. Ondertussen zie je de jongens daarbinnen bezig met de verdiepingsvloer. Misschien kunnen we even daar naartoe lopen. Over dit achterste gedeelte komt de verdiepingsvloer. Daarvoor gaan we zo meteen de stakelstructie plaatsen. De balken liggen er al. En daarna kunnen we volgende week verder met de achtergevel. In de golfplaten ook. En dan uiteraard eindigen we met de voorgevel in stijgerdelen. Anders dan wat we gebruikelijk hebben hier. Misschien leuk om even rond te lopen. De vloer is gebruikt materiaal vanuit een parkeergarage. Tegels van 90 bij 90. Dus we proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van gebruikte materialen. Ja, dat is algemeen hier op goudasfalt. Het zal niet helemaal lukken, maar met name het houtwerk, dat konden we niet vinden. Dat zullen we gedeeltelijk nieuw kopen. Maar het leuke is gewoon met gebruikte materialen, duurzaamheid, wat hoog in het vaandel staat. En dat gaan we hier ook weer doen. Als we hier verder even kijken. Achterkant van de loods, daar komt nog een deur. En hier komt de kleiopslag. Kleiopslag voor de klokkengieter. Want een van de metaaljongens is een klokkengieter. Die gaat hier klokken voor een carillon in maken. En de mallen maken. Nou, daarvoor heeft hij een kleiopslag nodig. Dat gaat hier aan de achterkant plaatsvinden. En voor de andere jongens hebben we hier zometeen natuurlijk een fantastisch terras zomers. Met een geweldig uitzicht en een heerlijke zon. Nou, als we hier zo dan het terrein overlopen, zie je hier mooi vandaag ook het grote niveauverschil, hè, tussen de linkerkant en de rechterkant. Nou, daar liggen al de nieuwe golfplaten. Hier aan de voorkant gaan we een grote overheaddeur maken. Voor de, ook tweedehands. Ook weer geritseld bij iemand. En die gaan we uiteraard aanpassen. Want het past nooit in één keer en past nooit direct. Dus ook dat is nog een uitdaging. Maar ja, uitdagingen die kennen we hier maar al te goed. Ondertussen wordt de hellingbaan even weer hersteld. Door de jongens. En dat is een beetje de stand van zaken, Werner. Dus ik hoop dat je hier voldoende hebt om een filmpje te kunnen gaan maken.